En dan nog de leerkrachten, want de problemen die de leerkrachten in het binnenland hebben, zijn geïdentificeerd en liggen nu bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Leandro Simpson is voorzitter van het platform dat vorig jaar is opgericht. En hij zegt dat zij nu een partner zijn van het ministerie. Samen wordt er gekeken naar oplossingsmodellen voor de problemen waarmee de leerkrachten en de leerlingen te kampen hebben. Ja, we hebben de problemen geïdentificeerd en ook aangekaart. En we zijn samen met het ministerie on speaking terms. En we kijken hoe we gezamenlijk de problemen kunnen oplossen. En wat zijn de grootste problemen, om enkele maar te noemen? Grootste problemen, het ontberen van schoon drinkwater, elektriciteit, sanitaire problemen voor heel veel huizen. En heel veel huizen hebben geen sanitair. De leerkrachten willen ook verder studeren, de toelages. Dus er zijn een heleboel dingen. En het ministerie heeft wel een open oor. Het ministerie kijkt om de problemen één voor één aan te pakken. De hoge waterstand vormt jaarlijks ook een probleem voor de leerkrachten en leerlingen. Simpson geeft aan hoe hij naar dit probleem kijkt. Dat is meer gelegenheid van de regering zelf. Want het zijn meer de leerkrachten die onderlijden. Het zijn niet de dorpbewoners, want die zijn een beetje verder van de rivier. Maar de schoolcomplexen zijn langs de rivier en het zijn meer de leerkrachten die onderlijden. Dus het is een groot probleem. Men begrijpt het niet, maar het is een heel groot probleem. Het stremt alles. We hebben nu geen idee, maar het krijgt wel genoeg aandacht van het ministerie, neem ik aan. Oké, als ik zo kijk, jij praat meer namens de leerkrachten, denk je ook aan het kind? Want de leerkrachten zijn direct verbonden met de kinderen. Ja, we praten sowieso ook namens de kinderen. Kijk, gezien de situatie is het onveilig dat de leerlingen, want de meeste van de leerlingen komen per boot. En gezien de hoge waterstand is het onveilig en onverantwoordelijk om de kinderen over de rivier naar school te laten komen en weer naar huis. Dus het is verantwoordelijkheid van ons als platform en van het ministerie om de veiligheid van het kind centraal te stellen.